Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video, de laatste video van deze nieuwjaarsreeks. Hi reeks. Ja, de laatste dus, en dat is Tess natuurlijk, die hadden jullie nog te goed. Zij wordt vandaag omgekleed. Ja, ik ben dus heel hard, zoals ik gisteren in de video met Seb en Finn, ja, Seb en Finn al zei, dat ik dus heel hard op zoek was naar een pakje voor Tess wat met wit was. En ja, ze heeft eigenlijk helemaal geen wit, behalve haar boxpakje vloers met dat roze bloemetje. En dit pakje met broekje, donkerblauw gestreept met roze strikje en dit witte shirtje. Nou, dat vond ik ook wel leuk om haar dat weer eens aan te trekken. Want die heeft ze ook al een behoorlijke tijd niet aangehad. Dit is trouwens van een babylook merk. En dat is van de babydump, dacht ik. Maar in ieder geval erg lief. En ik trek haar even haar roze Sophie de Giraffe rompetje aan. Vond ik wel schattig. Dus laten we daarmee beginnen. Zo. Nou, dit pakje is wel echt van Tess. Die blijft ook van Tess, want ik vind dit echt een meisjesachtig pakje. Dus die gaat gewoon Tess haar bakjes in. Het is natuurlijk wel een winterpakje, maar niet echt specifiek ook kerst. Dus ze kan hem ook gewoon op een ander moment in de winter aan. Met deze romper met zilveren sterretjes. Doe even alvast haar haarband af, want met omkleden en zo'n haarband, dat gaat de hele tijd alleen maar aan de schuif over dat haar heen. En dat is echt heel vervelend. Daar krijg je alleen maar lelijk haar van. Zo. Ik hoop trouwens dat jullie deze nieuwjaarsreeks leuk hebben gevonden. Even weer het omkleden van de baby's in hun normale outfit zonder kerst of winter of wat. Wat ik al zei in de vorige video, lekker wit. Wit is de kleur voor nu. Wit en nieuwjaar, smetteloos wit. Ik weet dus nog niet of ze dit pakje aanhouden. Nou ja, tot Vos er is. Het kan zijn dat ze eerder. Ja. Dat hij weer eerder uitgaat dan Vos er is. Omdat ik dus niet weet wanneer Vos precies komt. Maar ik hoop wel dus deze maand. Dat kan het einde van de maand zijn. Maar het kan ook midden van de maand zijn. Maar ja, voor hetzelfde. Is het begin februari. Ik doe Tess even heel klein luiertje van Lux eronder aan. En Mimi die heeft de deur open gekregen. Mimi! Jij bent ook smetteloos wit. Hè? Mimi is al een beetje vervelend, want ze is krols. Even de deur weer dicht voor het geluid van de kinderen. Mimi, nee, we gaan niet lopen klieren. Zo. Oké. Zo. Hey Mimi. Ik vind het ook leuk om bij de video aanwezig te zijn. We hebben wel meer video's. Mm-hmm.
Alles weer lekker fris. Qua rompetje. Want ze hebben toch wel goed een, nou, maand, zeg maar, dikke maand, in hun andere pakje gelegen. In hun kerstpakje. Ik vind dit ook zo'n rompetje die je gewoon alleen aandoet, weet je wel. Er zit zo'n mooi randje aan en hij is eigenlijk veel te leuk om te verstoppen. Dit is echt zo'n romper die je ook aantrekt in de zomer. Met zo'n lief randje eraan. Ik weet niet of jullie dat goed zien trouwens. Ik zal even een testje omhoog houden. Daar zit het randje hier. Kijk, echt zo'n mooi afgewerkt randje. Ja, testie. Ja, hoppakee. De mouwtjes zijn wel een klein beetje lang voor Tess. Maar goed. Zoals ik in de video zei van Levi, vind ik dat dus totaal niet erg als het een beetje ruimer valt. Dat maakt mij niet uit. Zo. Mimi. Nou, ik ga dus binnenkort beginnen met de opruimen video's voor het verbouwen van mijn slaapkamer. Dus ik denk dat ik de sokjes er toch boven doe, want dan is het net even iets meer wit. En de broekjes een beetje aan de grote kant. De sokjes trouwens ook, maar kijk. Dan is het net even wat witter. Op. En dan begin ik met het verbouwen van mijn kamer. / reborn kamer waar ik in slaap. Ik slaap in de reborn kamer. Wat ik zelf overigens helemaal niet erg vind. Tussen de babyspulletjes slapen. En zo, ja. Ik ben echt benieuwd hoe het wordt. Mijn nieuwe kamer. Ik heb een hele idee in over. Ik denk dat zelfs de hele boel omgedraaid wordt. Omdat ik denk dat ik dan meer ruimte overhoud. Niet dat ik het zeker weet, maar ik denk het wel. Nou, kijk eens aan. Test je ook het meest in het wit. Dat is prima zo. Zo, zien jullie Tess goed? Ik zal haar nog even zo draaien. Hier is ze. Nou, dit is toch het meest wit. De rest heeft een vleugje grijs, maar zij heeft dan een vleugje blauw. Dat is niet zo'n ramp. Nou, gaan we haar raadjes even doen. Zijn onrustig. Zo, nou heb ik aan gewoon even wit bandje, daar zit nog niks op. Die doe ik haar denk ik even zo in.
Het is gewoon een haarbandje. Maar er zit nog geen bloemetje of iets dergelijks op. Gewoon lekker wit. En ik twijfel even over het speentje. Ik heb namelijk gewoon haar speenkoord met dit speentje. Die past wel heel mooi bij het speenkoord, want het is ongeveer dezelfde kleur. Maar ik heb ook een heel leuk, gewoon roze, babyroze speentje. En dat is weer meer de kleur wat in haar pakje zit. Dus ja, ik denk dat ik voor de babyroze bibs ga. En dat ik deze dus even opruim. Zo. Mimi, waar ben je mee bezig? Zo. Laten we het zo doen. Hop. Dit is Tess voor de box, ook helemaal klaar. Alle reborns zijn nu klaar, dus dan kan ik even de box weer opfrissen en even een leuk fotoshoot doen met hoe de kindjes er nu uitzien. En nou ja, die hebben jullie misschien al online gezien op Facebook. Aangezien dat waarschijnlijk eerder online komt dan deze video's. Maar dat geeft niet. Ja, dat ga ik even doen. Ik ga even Tess lekker in de box maken. Telehuis staat op de kop. Mijn vriend is met een nieuwe deur bezig voor me. De kinderen zijn aan het spelen. De kerstspul is er allemaal nog niet uit. Nou ja, goed. Daar ben ik ook allemaal mee bezig. Er gebeurt gewoon van alles in mijn huis. Maar goed, maakt niet uit. Mimi, kom, wil je ook eventjes op de camera? Nee? Kijk, daar zijn de mensen, daar. Ja, je kijkt naar Tess, maar je kijkt niet naar de mensen. Hé, Mimi? Ja, laat me toch met rust, denkt ze. Ja. Nou, bij deze dus de video. Mijn nieuwjaarsserie is afgelopen. Voor nu begint het normale leven weer in afwachting op Baby Vos. En zodra ik daar meer over weet, laat ik jullie dat uiteraard weten in een nieuwe video. En ja, vrijdag gewoon weer een normale video, normale vrijdag video. Ik ga dan even een avondroutine doen met Lux. Dat heb ik namelijk beloofd. En Mimi, wat ga je doen? Ga er eens uit. En ja, dus dan ga ik even mijn avondroutine doen met Lux. En dan de week erop heb ik waarschijnlijk al een hele reeks opgenomen aan video's qua opruimen. Hier op mijn kamer, alles in dozen pakken. En ja, dan neem ik jullie ook gewoon even in mee. En dan ja, begin de verbouwingsvideo's. En in afwachting op Vos. Hallo, kom. Nee, 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 je trekt heel de camera straks ondersteboven. Dat gaan we niet doen. Nou, jongens, ik wens jullie een hele fijne week verder. En dan zie ik jullie vrijdag weer bij een nieuwe vrijdag video. Doei!